omdat deze tennisvereniging een prachtig initiatief heeft genomen. Die hebben namelijk 2 nieuwe tennisbanen aangelegd. Daardoor konden zij 150 nieuwe leden aannemen. En die tennisbanen die worden 's avonds verlicht met LED-verlichting, dus duurzaam. Dus ze sparen energie, ze zetten veel meer mensen in beweging. Nou, dat is 2 keer een voltreffer. Dus dat moesten wij belonen met €34.140. En we zijn er heel blij mee. Iedereen heeft hier vliegtuigen die overvliegen. Dus de banen hebben we dan ook als een soort gimmick de Polderbaan en de Zwanenburgbaan genoemd. En dat vonden we eigenlijk ook wel lachen. En dat vond het Schipholfonds heel erg leuk.